En en fait, bon, kreeg ik een oproep voor de Evre mijn testen te gaan doen. Hè. En dat was in de kazerne Zeruzijntijden daar in Evre. En dan 14 dagen nadien kreeg ik bericht dat ik geslaagd was. Allee, bon, vol verwondering. En dan, op het einde van het verlof, kreeg ik dan bericht dat ik moest binnengaan als kandidaat leerlingpiloot. Dan zijn we met ons toegekomen. En we moesten nog een, omdat Goetsenhoven vol zat met leerlingen, hebben we daar in Evre hier ongeveer 14 dagen, 3 weken links-rechts moeten marcheren. En ik was dan een redelijke sportman, ik speelde redelijk goed voetbal. En ze vroegen voetballisten en dan kon ik gaan trainen in de plaats van PTI te doen. Gaan trainen met de voetbal en dat viel mee. Tot op een zeker moment dat we dus naar Goetsenhoven konden als kandidaat leerlingpiloot, daar begon het serieus te worden. Hè. Eerst de theorie en dan dat begon het te vliegen. Hè. Wat er mij verwonderde, we waren er toch wel mee 40 Vlamingen en 40 Walen. En wat een maand theorie en ton examens. En ik heb bijna nooit geen boek open gedaan. Van hetgeen dat ze mij dat vertelden, kende ik al. Behalve dat het mij interesseerde wat meteo, navigatie, aerodynamica. Dat waren vakken dat we niet gekregen hadden op school. En weerkunde interesseerde mij ook. Dat werd ook gegeven door mensen die geen beroepsprofessoren of zo. Het waren de moniteurs die les gaven en op een zeker moment, die gast die automechanica gaf, kende er niks van. En ik stelde hem altijd zo van die bepaalde vragen af, dat hij niet kon op antwoorden. En zei, meneer de Vlieger, het daarmee vragen stellen, anders zal ik u voorstellen, ik weet dat hij hogere technische studies gedaan hebt. Ik zal u voorstellen dat hij les geeft. Ik zei, hier gaat mijn... zwart. Die grondcursus, dat was absoluut geen probleem. In ieder geval zijn we daar beginnen vliegen en ik was op 8 uur solo op SV en dat ging heel goed. Hè. Geen probleem. En dat is tamelijk goed verlopen, al die training, nooit geen problemen gehad. Tot de final test. En de week nadien kwam de commandant van de basis mij feliciteren dat ik de eerste was van mijn promotie. En voor uw volgende opleiding mogen kiezen. Oftewel naar Amerika, dat kan de volgende week vertrekken. Oftewel de Congo, dat zal nog minstens een maand duren. Ik zei tegen de commandant van de baas, ik ben nogal avontuurlijk aangelegd, ik wil de Congo. Waarom vertrekt hij niet naar Amerika? Gaat weer, dat gaat veel rapper gebeuren van Henteren, dat is het begin. Kamina is het begin. Ik zei, ook ik mag kiezen, ik verkies toch Kamina. We hebben nu dat beloofd, de eerste van de pro mag kiezen voor zijn verdere opleiding. Dan is het nog een maand, 4 weken, ik weet niet hoeveel, tot wanneer dat is de start. Hè. Want ze moesten ook ongeveer 60 man verzamelen voor Congo. En dat werd er maar gereerd à volonté. Zelden zijn er die... zeker 3 maanden na mij binnengekomen zijn die nog deel uitmaakten van onze promotie. Omdat we moesten 6 man even te komen. Dan heb ik moeten bekennen aan mijn ouders, ik had er nog altijd niks gezegd, die wisten niet dat ik vloot, die dachten dat ik mijn militaire dienst deed. Ik had een schoon blauw kostuumje aan. Dat was brave mensen. Zij lustert de zondag. De laatste zondag dat ik thuis was van mijn vertrokken in de donderdag, heb ik dan gezegd tegen mijn ouders, moet je er toch iets zeggen. Donderdag vertrek ik naar Congo.
voor te leren vliegen. Die viel bijna achterover. Maar allee, je had hem gaan verongelukken, wat is dan een verriet? Allee. Ja, Marquise, dat zit. That's it. Voilà. De handling of the aircraft, dat was een Harvard. Hè. En toen waren er drie types van Harvard, dat was ook nog een beetje gecompliceerd zo. En daar zijn we dus begonnen met onze opleiding. Hè. En dat was niet van een leien dak, dat was, voor mij dat was het moeilijkste vliegtuig dat ik ooit gevlogen heb, hè, de Harvard. Het waren drie types. Nieuwe die van Amerika kwamen en dan andere van België. En ze hadden nog een Engelse Harvard van al in Colwezi of iets. Ja, bon, in ieder geval, van die zesde man. Dat was toch een zware opleiding. Zijn we daarmee 32 of 33 geslaagd. Dan zijn we teruggekomen. Ondertussen wordt de Spitfire afgeschaft. Dat was in 53, bijna 54. Dus de Spitfire was afgeschaft en ze hadden dan in Kokside dus een escadrille opleiding gevolgd op Meteor. Meteor 7, single engine. Van in de operationele eenheid vloog ze al op Meteor en af en toe vloog er in de grond omdat hij niet genoeg geen ondervinding had van in het escadrille stapte van Spitfire op Meteor. Zomaar, hè. Pilots notes, oké, een briefing en je was airborne, hè. Natuurlijk single engine. En wij hebben daar een goede zware oefening gehad. En opleidingen op Meteor 7, single engine. Hè. Dus door allemaal heel goede moniteurs van die Skyblazers, van de Pool, onze na, de Prins, die toen later ook leader geworden is, en onze na ook. En, allee, van de beste jachtpiloten als moniteur gevormd. Hè. Ik kan even zeggen, dat was ook geen cadeau. Hè. We hebben er ook serieus afgezien. Hè. En het zijn er nog vier gereageerd, geloof ik. En voilà, bon. Dan eind 54 zijn we dan gebreveteerd. Of nee, in september, geloof ik. Zijn we dan gebreveteerd en dan moesten we nog de jachtschool doen. En dat was meer operationele opleiding, zo, allemaal zotte toeren, touches en formation en crazy flying. En dan de Air Defense Competition zelf was in Leeuwarden. Ik heb er nog een foto van Prins Bernard, die kwam altijd de prijsuitreiking doen in Leeuwarden. Voilà. Dat heb ik 4 jaar gedaan, zeker. 4 of 5, ja. Ja, de 104 is gekomen in 63. Dus heb ik dat toch 4 jaar gedaan, hè. 58. 59. 60, 61, 62. Ja. En dan, op een zeker moment moest dat die volgende vliegtuig was dat er wel vliegen. Ik was gekozen voor een helikopter. Maar wat ik niet wist, waren we met 8 man gepreselecteerd voor 104. Hè. En wat ik jammer vond, dat was Marianne. Ik kon ook zijn opleiding, dat was een fantastische gast. De enige actieve officier. In die tijd van de militaire school. Natuurlijk had hij wel een beetje lak aan training en hij had bijna een keer met de OSN in de grond gevlogen. En, enfin, maar dat was een fantastische gast. Er was een ene die zijn aanvraag gedaan heeft voor nog voor. En dat is niet gelukt en nog compassie mee had. En ik vond dat echt nog jammer dat ze die gast geposteerd hebben in Zemberzaken op de SIT, radar SIT daar.
En de andere, de generaal, kwam zelf zijn piloot uitkiezen. One of four. Dus zat ik bij de eerste vier op one of four. Hè. Behalve een paar mensen die al naar Amerika geweest zijn. Ik denk, onze commandant, dat ik nog gekend had in Chevre als commandant. Ja, dat was, kolonel Legrand. Dat was ook een speciaal. Hè. Enfin, ik was zijn man. Hè. En ja, gunnery instructor, samen met Steve. Wij tweeën. Ik ben stand anders, s'avonds pinten dronken en s'avonds zat nog in naar die filmpjes te kijken. Toen, ik heb nog een keer een prijs de bek gehad met de Jan. Hè. De Jan was nog een dikke nek, maar die jongen heeft geen geluk gehad. Die heeft zijn opleiding, enfin, als fighter heeft hij boven zijn gezeten. Op die Canuck, dat is het stoemste vliegtuig dat ze ooit gekocht. En we noemden de Carré fighters, die vlogen zo Carré'kens. Ja, die deden alles niks. Hè. Dat toen we in Chevre zijn, hadden die al lang buiten gevlogen. Denk. Dat waren intercepties. Vier intercepties dat hij moest doen. Samen met de Engelsen. En, de Engelsen met de Lightning hebben ze niks van te rijden gebracht. We waren altijd dus de tweede, derde zo, omdat die altijd radar problemen hadden. En, ja, wij hadden altijd 100%. Hè. Maar dat was wel plezant zo, maar het was niet meer zo plezant dan in tijden als we moesten schieten. Hè. Dat was real competition. Hè. En dat was ook tussen alle landen, samen met. Als we samen met de Engelsen op one of four competitie deden, de Amerikanen deden ook hun competitie van sector 4. En de Fransen ook hun sector, maar die braten er allemaal niet te veel van te rijden. En de Amerikanen waren zelfs een beetje excited zo, dat ze zelf de anderen proberen te saboteren hebben. Hè. Met een speciale vliegtuig, de radars. Enfin, ze hebben er niet te veel mee bereikt, maar ze hebben er toen drie keer meegedaan en dan hebben ze niet meer gezien. Van toen was ook de ontwikkeling van die nieuwe vliegtuigen tot wanneer dan ze dan een deftig vliegtuig op de markt gebracht hebben, die de F4, hè, de Phantom. Van die F5 en die dingen. Dat waren allemaal dingen, vliegtuigen, experimentele vliegtuigen zo, dat er niet veel kon mee doen. Hè. Maar ik zei het begin, de one of four, dat was ook nog niet alles. Hè. Van die LN3 daar, die navigator, ik heb er ook problemen mee gehad in tijd. Hij moest dat om de half uur updaten. Enfin, in KB hebben ze daar wel hun best mee gedaan, omdat zij low-level missions deden. En voor grondmapping, daar zijn ze. Maar in boven zijn we ook, we waren al gelukkig dat we daar, dat wil zeggen, met een takkan krijgen het station, dat het selecteert een richting en een afstand. Dus op de elkaar zei, oké, die richting, die afstand, ik ben hier. Hè. En van in tijden, als we met de Hunter, dat was een van de beste vliegtuigen dat mee gevlogen, de Hunter 6. Hè. Maar had er niks op, hè. Had 8 radiofrequenties en dat was het. Hè. Geen radiokompas, niks. Fantastisch vliegtuig, maar uit à la navigation, 0,0. Hij moest. Wij waren in tijden goed getraind, ook op Meteor, hè, als jonge kadet. We vloog er een of een andere chef mee met u, zeggende: wat is de stad? At your 3 o'clock. Oké, bon. Ik kende in tijden België lekker met een broekzak. Hè. Van, dat moest, hè, anders vloog hij verloren. Want we wilden zelfs meteen een Hunter. Hè. Ik heb de laatste dingen moeten doen. Waarom weet ik niet. Er was dan een chef die. De Fighter Leader Coach. Ja, de Fighter Leader Coach, ja. We moesten daar ik kwam in een Section Leader, dat was al genoeg, hè, maar de Fighter Leader Coach, dat was in tijden, de kandidaat-majoors moesten dat doen.
En het was niemand erin geslaagd, ze hebben dat dan afgeschaft natuurlijk. Maar oké, ik heb met vier man hebben de anciens van Chèvre is dan maar op one of four gegaan, de fighter die er koos. Ja, maar hey, pas op, hè. Dat was wel funny, hè. Hij moest daar bewijzen dat hij werkelijk een van de beste piloten was, jachtpiloten was in de luchtmacht. Hè. Maar wat doet dat in? Hè? Van drie maanden nadien zat hij op Bonnefort, of cursus Bonnefort. Dus die fighter leader corps, van ik weet nog goed, hè. Ja. Hij moest bijvoorbeeld, een van de zendingen was, met 12 vliegtuigen, moest een vliegtuig gaan intercepteren, en dat was een... Een F-84F, een fighter bomber, die boven Kokside in stand-by was, denk dat dus hij daar met 12 vliegtuigen bij dat vliegtuig kwam, voor dat te escorteren tot in Eindhoven, of tot in Maastricht, ik weet niet wat waar. Hè. En voilà, hij moest beletten dat vliegtuig afgeschoten werd. Dus ondertussen kwamen nog twee andere formaties van Chèvre u attackeren. Hè. Moet niet vragen wat moerasken dat soms was. Hè. 20 vliegtuigen die daar probeerden elkaar af te schieten met foto's te pakken. Hey, dat was nou een soep. En dan moesten natuurlijk als leader proberen die 12 vliegtuigen safe, per formatie terug te brengen naar Chèvre. Anders word ik geen goeie. Hè. Ja, oké. Op een zeker moment was de Bilonge al begonnen met acrobatie te doen. Op one of four. En de Bille, die is dan niet slecht, maar ik ken het namelijk de Bille goed. En ik zat in de Bille, die maakt een steepturn met zijn diebreaks uit. Ik zei, jong, als je een G-man denkt, hij trekt twee G's meer en heb hij geen diebreaks nodig. Ah, oh, dat is een goede dag, zeg. Ik zei, touch and roll is perfect, hè. En dan is de Suus ook begonnen, de Suus Jacobs, de brave jongen dat ik nog kende in Chèvre. En ook hem bezig zag, ik zei, no way, zet in de Suus, jong. Zal het niet beter stoppen van... Ja, zet, ik heb de goal gepest, hè. En de touch and roll, oké, ja, de touch and roll. Ten Biel deed dat perfect, hè. Toes 220 knots, flying speed, pull-up. Voel je bij en dat helpt u een beetje draaien om top out of bij en hij barriceert hem naar beneden. Enfin, ik heb dat ook een beetje in het zwart gedaan in Saint-Hubert. Zo, we gingen dat later dan doen. Hè. Ja, zegt de Suus. Dat is impressionant. Hè. Zegt Suus, stop ermee. You're gonna break your neck. Ja, zegt, ik ga ermee stoppen. En is een week te laat gestopt. Hè. De trainingen boven zijn voor zijn laatste show. Dat hij ging doen, vliegt hij dat toch in de grond zeker. Enfin, op een stoeme manier. Hè. Want de Steve had ook al begonnen voor proberen. Dus dat was Steve zijn idee, dat was wel niet slecht. Van dat met twee man te doen, head-on display, voor het een beetje spectaculairder te maken. Hè. Maar ik zei tegen Steve, jong. Hey, je moet alle twee dat vliegtuig op dezelfde manier vliegen. Hè? En dat is niet zo simpel. Hè? Maar je zegt, ik weet het. Je had al een paar keer een trial gedaan met de Suus. Zeg met de Suus, forget it. Je moet twee keer proberen uit de lucht te vliegen. Van je moet een lijn hebben en wij zijn altijd left op de lijn. En de Suus zat altijd aan de verkeerde kant. Zei, oké, gedaan. Heeft mijn of twee mensen geprobeerd. En nu, op die manier de one of four vliegen, dat kan niet, dat is te gevaarlijk. Wat moesten we doen om dat machine op dezelfde manier te vliegen? Dat is de fameuze shaker, hè, die aanduidt, you are on the limit van de turn van het vliegtuig. Voel je bij in de shaker, als ze dan even een klein beetje meer trek, dan krijg je de kikker en dan slaat de vliegtuig weg en dan, allez,
als training acro deed, dat was een breedte van, dat was 40, 50 meter. En dan moest het terugkomen. Hè. Maar dat was niet gevaarlijk. Vooral die kikker is vooral aan low speed voor te beletten dat het stalt. Dus die bracht de vliegtuig een graad en half of 2 graden below de flying richting, de flight line of je vliegtuig, bam. Dat recupereerde het vliegtuig zelf. Enfin. Maar een redkikker aan high speed en full power, dat was niet gevaarlijk. Dus vlogen wij alle twee, moesten wij altijd proberen dat vliegtuig te vliegen. Dan moesten we een beetje de speed zoeken om zo kort mogelijk te draaien. Hè. Ja, en we zijn dan uitgekomen 310, 320 knots. Vol afterburner, zo in de piste draaien, in de shake. Natuurlijk, dat vertelt in een normal squadron pilot, those guys are crazy. De meer die met een 104 deed in een bomberapprochtje en zo, oké. Okay. In de shake, oké. Okay. Left, left, en oké, okay, hij moest dan zo een paar punten hebben. Dat begon met 4 en op einde op 6 puntjes op een halve second van de begin van de piste. Ja, soms in het buitenland, in het begin hebben we nooit naar het buitenland geweest, maar dan als we naar het buitenland gingen, ja, de tribune stond niet volledig in de midden, hè, moest al de piste een beetje opschuiven. Ik had dan zo'n piste getekend, 7000 voet. Toch, dat is de ideale piste, 7000 voet, dan het midden, 3500 voet. Hè. En als die midden, hè, dan moesten opschuiven, hè, en dan moesten een checkpoint vinden. Ja. Na 3 jaar, dat was voorzien voor 3 jaar, maar na 3 jaar waren er geen zotten meer. Allee, nog een jaar erbij. We hebben dat 7 jaar gedaan. Hè. En ook ja, okay, bij de kakkies in Duitsland, van dat was er ook, die hebben een graspistje van 1000 voet of iets zeker. Oké, okay, zeggen voilà. Ik heb zo'n plannetje gemaakt, daar moeten we een camion zetten met een grote witte vlag op en hinter moeten we een camion zetten met een grote witte vlag op. Dat was ons piste. Hij moet 2 punten hebben in de verlengenis van de grasvelden daar, hè, omdat er wel, hè, van gevliegd met 400 knots naar elkaar toe, hè. Dat was 1600 km per uur, hè. Dat is rap, hè. Enfin, we zijn erin gelukt, hè. Ja, ongelooflijk, hoe dat meteen weet ik niet, maar en we zijn nooit in elkaar gevlogen. De Steve, als er iets gebeurde, was dat de Steve die problemen had, vooral met zijn vliegtuig. Hè. En ik kon dan zo nerveus maken. Ik zei: Godverdomme, hij doe je niks. Zei, soms op meeting, hè, als hij uit zijn vliegtuig stapte, zei: Oh, te weer geforeerd. Je smeert zijn naam in de rond. Zei: Luister, Steve, joh. Er staan hier zoveel mensen te kijken, hij maakt die vreselijk belachelijk. Hè. Oh ja, sorry, dat wou ook zeggen. Ja. Maar een keer dat was in Ramstein, 400.000 man. Enfin, ik had er echt compassie mee. Natuurlijk, start de vliegtuig, hij doet de checks. En dat was ook een rain remover check. Dat is lucht die op je parabries blaast. Voor als het bijvoorbeeld regent of motregen is, dat blaast de regen weg. Van de, aan die snelheid kun je daar geen ruitenwisser op zetten. Nu, dat was vrij warm en ik denk dat dat vliegtuig met te veel druk getankt was. In ieder geval, rain remover check, ik krijg er wat kerosine in zijn aanzicht. Ah! Ja, zei, ik heb hier kerosine in mijn aanzicht gehad en dat stinkt. En, oh, ik zei dat, ja, kerosine stinkt. Hè. Ik zeg, vraag dan de technieker wat dingen, alcohol of een kust een beetje masker uit en dat zal, ja, oké. Okay.
Ja, zij pakt reservevliegtuigen. Okay, het reservevliegtuig was al gestart. Ja, het kompas draaide rond. Ja, oké, okay. Terug naar het andere vliegtuig. Ja, en dat stinkt. Oh, ik zei, zet 100% oxygen, hè. Geen probleem. Ja, oké, okay, allee. Ik zei, dat zal hier weer een probleem worden, denk ik. Want die gast al een beetje nerveus begint te worden. Ja. Enfin, ik zeg, keep calm, no problem. We komen op de pist engine check. Oil pressure zero. Zet in de stief, jong. Het zijn twee mogelijkheden. Het kan instrument zijn of het kan real zijn. Hè. Real heb je 5 minuten. Zij kunnen opstijgen, we kunnen opstijgen. Maar het circuit, als de oil pressure licht aanblijft, trekt uw nozzel, maakt een circuit en uw land zal ik alleen met een show doen. Gelukkig was het instrument. Dus die zijn een show kunnen doen, oil pressure zero. Allee, boom. Dat was het, hè. We made it. Enfin, om voor te doen in Pratica di Mare, daar, dan de Engelsen kwamen het graag te doen. Ik zei het in de Fransen, en al de deelnemers stonden op die paraplissen. Ik ga niet passen. Op het laatste deed ik de highspeed run. En de Steve, zo traag mogelijk, 400 knots. En ik kwam af tegen 1200 per uur. En ik vloog zo, nogal kalm, kort bij hem zo. Ik kreeg dan een slag van de jetstream. Hè. Poef. Hè. Wat zegt in de Frans? Ik kon je de hoogte van die runway passeren. Zo. Aan 1200 per uur. Allee, hij deed het, hè. Ik heb er maar één keer gedaan. Gewoon, ik was 2 meter, maar een meter en een half. Hè. Maar fijn, als je dat 3-4 keer per week doet, same level with the runway. Zo. Enfin, bon, okay. En in Engeland zat ik er bijna door, hè, door de geluid. Maar daar heb ik geluk gehad. Zo. Ik was wel maar 2 meter boven de grond, maar toch. Hè, enfin, het was zo, dat vliegtuig dat we nog voor is tamelijk hevig aan temperatuur en vochtigheid. En dat was niet ver van de kust en dat was tamelijk koud en vochtig. En de zichtbaarheid was niet 100%. En ik was aan het kijken dat de Steve kwam. Ja, left op de lijn. Ondertussen zie ik de shockwave afkomen. Hè. En omdat dat was damp, ik zei oeh, en de naald was een Mach 1, hè. Ik heb er nooit zo rap met een troll en mijn diebreaks achteruit getrokken. Hè. Op de receptie zei de commandant van de baas, I think you are very close to the max. Yes sir, the needle was blocked on one. And because I couldn't see your aircraft, you were full of smoke. Hè. Ja, van de shockwave, dat begint te dampen. Hè. Ja, met de wrijving, zo. Je vliegt is het volledig in de mest gepakt. Hè. Enfin, het is een paar te bak, anders waren misschien, ik weet niet hoeveel, hun tempaanse sprongen door hun oorvliezen. Anders kwam ik, met te kijken, hè, full beat. Ja, 0.95, dat was de normal speed, maar dat was. Ik heb nog mijn opleiding gehad hier in Norwegen, hè. Zegt die Duitser. Wat voor een fles champagne. Dat het te laat gaat zijn voor uw gear op te trekken. Te laat voor mijn gear op te trekken. Dat was mijn eerste vlucht, hè. Ja, je weet niet wat dat kruipt, hè, die fusée. En dat was een F. Dat was een licht machineke met een serieuze motor en no radar, no nothing. Hè. De 104F, de trainer. Oké. We staan op, boem. Je krijgt een shot in de achterste. Ah, wat gebeurt er hier? Hè? Ja.
Ik kwam van Hunter, die toen al snelste de vliegtuig was. Allee, bon. You are too late, zetten. Hoe? Godverdomme. Dan later ook, hè, door wat testvlucht moest toen ook. Hè. Na break release, na 17 seconden take-off, 450 knots. 16, 17 seconden. Hè. 30 seconden op het einde van de piste, heb je 0.9, hè. 1000 km per uur. Hè. 40 graden op, een minuut later zit op 10.000 meter, 30.000 voeten. Dus van break release, dus dat was ongeveer de minuut 30 en de minuut 32. Dat is rap, hè? Ja, ik was te laat, ja. Oké. Just like that. Dus gingen ze van Fuga Magister, de beste piloten, weer dan geselecteerd voor 1 of 4. We hadden altijd een stuk of 4, 5. En dan gingen ze die jongens nog een cursus van moniteur laten volgen. Ik zei ook tegen de chef, zeg, dat dient tot niks. Hè. Die gaan misschien een perfecte circuit kunnen vliegen met een Fuga, maar zet die mensen in de 1 of 4. Hè. Dan gaan er niets van terecht brengen. Hè. Ja, oké. Okay. Je moet een tweezitter kopen. Finalement hebben ze het dan toch gedaan. Hè. Zeg, een tweezitter kopen. En, de Jan dat wordt een hele goede instructor. Een tweezitter kopen. Hè. De mensen een jaar opleiding geven en dan zijn ze mee. Hè. Maar jongen, gast. Dan probeerden ze van die oude rakkers. Ten er nog eens. Wacht, ik 1 of 4. Ik stap het hier af. Van de meer die al schrik van de 1 of 4. Pas op. En, ik heb er tegen 2 gezet, tegen 3. Zeg, die 1 of 4, dat is niet voor u. Hè. Want dat is ook periodes geweest dat er weinig kandidaten waren, dan geven ze zo'n beetje, nog een beetje meer training geven en dan zal er misschien wat komen. Want het niet in hebt, vergeet het. Die ene, ik zei, ik had een paar kinderen mee gevlogen in nachtvlucht, zeg gewoon. Hij zit hier niet op je gemak in dat vliegtuig. Zeg, je hebt gelijk, hè. Ik zit er niet op mijn gemak. Hè. Ja, oké. Okay. Ja, waarom zijn ze dan naar hier gekomen? Ja, dan zo goeie. Oh, ja, oké. Okay, bon, ik dacht niet dat. Ik zie dus problemen. En zeg, oké, okay, vooral voor transport. Hè. Ze hebben ook mensen nodig. De safety way transport. Die verongelukt hem toch wel transport, zeker. Met van die twee motoren. Zijn hier zo'n speciale serie laten maken in de States. Merlin of iets. Met ook een ancien moniteur. Maar wat dat ik niet begrijp, hij krijgt zo'n gast binnen, hij kijkt naar zijn notas, ja, geen goede notas. Hè. Ik kon er helemaal ingeschreven, no good for 1 of 4. En voilà, bon, oké. Okay, die gast, hij moet dat toch zien, hij doet geen stomme tijd. Die, na take-off heeft die gast een moteur gekoupeerd en heeft op de verkeerde pedaal geduwd, patat in de grond. Ja. De andere, de tweede, is zijn radiatie aangevraagd. Die had ook iets voor gehad. Dat is schrik van zijn leven beleefd, maar die had overleefd. En de derde is ook verongelukt. Dat was een goede copain dat ik in Schijven nog opgeleid had. En ja, dat was een beetje van een nerveuze tip. Hè, van, dat was ook een van de Vlaanderen van Roeselare. En denk tot dikwijls van Schijven naar Roeselare pen te pakken. Of, en dat was toen de periode, hij was zijn examen van majoor gelukt en hij ging naar kleine Brogel gaan. Maar ondertussen moest hij 2 jaar of 1,5 jaar daar bureaucraat gaan spelen en hij ging zijn vliegprim gaan doen in kleine Brogel. Ik zei, Gilbert, jong, godverdomme, gaat uw vliegprim overal gaan doen behalve op de 1 of 4. Hè? Zeg, ik ken hem nog van een Chèvre, van op Hunter. Heb er ook een keer op uw buik geland? Zeg,
doe dat niet. Gaat u een vliegprima gaan doen op Naport, wat vliegt u? Op Monafort. En als ze dan, ja, we gaan de copains zeggen waarmee dat een dégonflé ben. Ik zei, nee jong, nee, je moet dat zo niet zien. De verreste weg is nog niet goed te doen. Want die Monafort, voor iemand die maar een keer in de week gaat vliegen, no way. Ja, we gaan de copains zeggen dat een dégonflé ben. Ik zei, nadien krijg je een volledige nieuwe opleiding. En je was in de business. Nou, nu is er ergens in Duitsland in de bomen gevlogen. Allee, ik denk dat was die jachtbommen werpen zijn kleine broer. En dat waren de kakjes die in de vallei oefeningen, die in twee keer in de vallei. Dan tweede keer is hij dan in de vallei en niet meer naar boven, recht in de bomen gevlogen. Hè. 1000 stukken van Jens. Van al die skyblazers. Dikwijls gelachen. Ik heb altijd mee. Enfin, dat is ook wel aan de ene kant plezant dat je altijd te doen hebt met jongeren, de jongere generatie. Ik hier ook eens een van die skyblazers achter de toer. Nogal een wal met groot bakkes. Een dofheid, zo. Hij was de king pilot. Ik zei, die gast had ik nog een keer liggen hebben. Zo. Op een zeker moment, slecht weer, zei. Binnen een paar dagen gaan we een navigatie doen naar Corsica. Dat is natuurlijk niks, we gingen altijd schieten naar Corsica op en dan. Navigatie naar Corsica. Bereid dat maar goed voor. Vind die gasten misschien al een maand of zes wonen voor vloon, dus je moet dat al. Dat is geen sinecure. Nu, en in de regio van Dijon, daar, ik zeg tegen hem: for information, I got engine problems. Try to bring me on the ground within 15 minutes. Manneke, ik heb daar bijna met kreubel gelagen. Op een duur kon hij niet meer spreken. Hè. Hij wist niet meer wat doen of wat zeggen. Ik zei, allee, bon, ik heb nu wel eens zien. Hij was boven die zon, boven de vliegveld nog. Hè, dat ik het plannen. Met die controle dat hij daar... Oh, ja, oké, zei Lustert, jong. In mijn wing hier en... een low approach gemaakt, zei oké, okay, my problems are solved, no problem, overshoot. En Kleinmout, iedere basis in de Kleinmout sector, zei voilà, you have it, try to find Corsica. Zei wel jong, omdat we op de grond kwamen, die waren al zo groot. Zei over een paar dagen, je was de King Pilot, maar ik heb van die King Pilot toch niet te ver gezien. ja, oké. Okay, dat blijft onder ons. Hè. Ik zou dat er niemand niet van zijn. Zeg, hij zei ten eerste niet die stomme tijden doet. No problem. Zeg, maar je ziet, hè. Het kan tegenvallen, hè, jongen. Het kan actie tegenvallen. En hij moet weten, binnen een paar jaar zijn er misschien pijlieder. Dan moet hij, als er iemand problemen heeft, moet hij die gast veilig op de grond brengen. Hè. Ja, oké, okay, ik weet het. Oké, mogen we niet van zeggen. Dat kostte hier een dikke pint in de bar. Allee, bon. Ja, Emile Verhaar. Van een goede piloot. Hè. Maar weet, ja, de eerste keer heeft hij bijgeleerd in bovenste. Ik vloog regelmatig, zei oké, we gaan eens gaan vliegen. En, ik zei, ik zal er weer met je neus moeten in de kaka steken. Nou, doe maar op. Van, zo, dat was een gast die wilde leren. Hè. En vloog naar Corsica met vieren. Hè. Er waren twee jonge gasten bij. Ik zei, Emile, we moeten...
Je better be good, hè. Je moet hier als leader laten zien dat je de chef zet, hè. Gedecideerd, hop. Ja. We passeren Marseille, over het zijtje. Op een zeker moment een bericht van Corsica voor information. Die airfield is closed. Een avion dans la barrière. Ja, oké. Okay. Wij waren recht in Corsica. Emile. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Zei Emile, you are the leader, you have 1 minute to decide. Van zijn point 9 on 3 in Corsica. Oui, est-ce qu'on va à Grosseto, on va retourner à Istres? Zei Emile, godverdomme, you are the leader. Zei, allee, ze zijn toch een belachelijk maken, hè? Die spreekt er nog Frans over de radio, of, hè? De Fransen verstonden dat allemaal. Hè? Bon, zei Emile, make a 180 ASAP naar Istres. Oké, bon. Dus, sorry, ze zijn niet geslagen. Hij maakt het belachelijk tussen al die jonge gasten, godverdomme, dat hij geen beslissing neemt. Ik kan al gezegd, onder problemen zijn, in de sectors boven de landen zijn ingedeeld in regio's. Je switcht zo van de ene regio naar de andere. Je moet flying 104, 30.000 feet, direction Corsica, bon. En oké, contact en ze schakelen zelf over en je moet contact opnemen, zeggen van waar dat er komt en waar dat, nou waar dat er gaat. Zo simpel is dat. Maar daar of aan kies ik van ver met nou. Allee, allee, ik kan nu veel zeggen. Istres, je blijft onder de control sector waar dat zit. Hè? Je gaat dan niet in Italië het onbekende gaan opzoeken. Hè? Voor nog meer problemen te hebben.